Welkom, mijn naam is Huub Savelkoul. Inderdaad, ik ben hoogleraar in de immunologie, maar ook een van de mensen, net zoals Ingrid die u straks ziet, achter het allergieconsortium Wageningen, wat zich vooral bezighoudt met onderzoek op gebied van voedselallergie, om daar vandaan te komen tot nieuwe inzichten die we kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk rondom voeding. En als je nagaat, ik zal nu iets vertellen over voedselallergie. En een aantal vragen die kunt u zelf al heel snel bedenken. Bij voedselallergie komt er heel snel het verhaal ook over pinda's. En dan kun je afvragen, kun je doodgaan van een pinda? Ik ga die vraag straks beantwoorden, maar je kunt er vast een beetje over nadenken. Maar bijvoorbeeld ook, is pinda-allergie hetzelfde als een notenallergie? Nou, dat is niet zo, want boomnoten, dat is een hele andere botanische familie dan de pinda's. Pinda's die horen tot de vlinderbloemigen, dat is familie van de ert, heeft eigenlijk heel weinig met noten te maken. Zij het dan dat een aantal moleculen, een aantal allergenen, eiwitjes, die allergie kunnen veroorzaken in boomnoten, erg lijken op vergelijkbare eiwitjes uit de pinda. En daarmee kun je dus toch een allergie krijgen die bij beide soorten thuis hoort. Je kunt je afvragen of kinderen met een eiallergie, mogen die dan wel kip eten? Want dat ei komt tenslotte toch uit die kip. Zitten daar dezelfde eiwitten in of niet? Nou, dat soort vragen, en de belangrijkste vraag voor mijn verhaal vandaag is, kun je van een allergie, met name van een voedselallergie, kun je daar vanaf komen? Wat zijn de huidige inzichten daarin? Daar wil ik graag iets over vertellen. Nou, ik ga niet een heel uitgebreid college geven, want daar zit u morgen nog. Dat doe ik niet. Een aantal studenten hiervoor die weten dat, hè, Joyce. Maar ik wilde toch een paar bijzondere dingen even noemen. We gaan het dus hebben over allergie voor voeding. En bij voeding is noodzakelijk voor uw metabolisme, uw stofwisseling. Maar die voeding, die doet veel meer dan dat. Kijk, het is al een hele prestatie dat u hier vanavond zit. Dat doet mij al heel erg goed. Waarom? Nou ja, dan hebben we in ieder geval publiek, dat praat wat leuker. U heeft toch besloten om nog niet op vakantie te gaan, maar eerst vanavond hier te komen. Maar wat nog veel belangrijker is, u zit hier omdat u een goed immuunsysteem heeft. Op elk moment is uw lichaam bezig met tenminste 7 virusinfecties die nu in uw lichaam zitten, die u eigenlijk doodziek willen maken. Maar daar merkt u niks van, omdat uw immuunsysteem die infecties heel snel herkent. Binnen 2 tot 3 minuten nadat ze in uw lichaam zitten, staat het immuunsysteem op alarm en zorgt ervoor dat die infecties verwijderd worden. Erger nog, gemiddeld gesproken per dag ontstaan er zo'n 10 tumoren in je lijf. Ook daar merk je niks van, omdat je gelukkig een goed functionerend immuunsysteem hebt, wat die afwijkende cellen heel snel herkent en opruimt. Dus het is al een hele prestatie, dankzij uw immuunsysteem zit u hier. Anders lag u thuis ziek in bed. Nou krijgt dat immuunsysteem een beetje hulp van bacteriën. U heeft in en op uw lichaam zo'n 1,5 kilogram aan bacteriën. Dus dat betekent als u vanavond op de weegschaal gaat staan, die eerste 1,5 kilo kunt u ervan aftrekken, dan bent u niet, dat zijn alle bacteriën in en op uw lijf. Dus dat is alvast goed nieuws. Die bacteriën, die van jongs af aan komen die in die darm terecht. Bacteriën gaan dood, worden opgenomen, brokstukken worden opgenomen in die darmwand. En daar zit 70% van je immuuncellen. Als je dat bij elkaar optelt, is dat ook ongeveer 1,5 kilogram. En die immuuncellen in die darm, die leren onderscheid te maken tussen wat lichaams-eigen is en lichaamsvreemd door de herkenning van die bacteriële fragmenten. Nou, dat immuunsysteem, als ik wat ik net zeg, bij elkaar optel, is dat ongeveer 1,5 kilogram. Dus dat is net zo zwaar als uw hersenen, is bijna zo zwaar als uw lever, 2 keer zo zwaar als uw hart. Met andere woorden, het is een van de belangrijkste organen in je lichaam. Alleen dat realiseer je niet, omdat het helemaal opgeknipt is in losse celletjes en losse moleculen. Uitermate belangrijk. Nou, die darm die zit vol met bacteriën. Dat is een gigantisch oppervlak, meer dan een tennisveld. U heeft zo'n 2 vierkante meter huid, u heeft zo'n 80 vierkante meter longoppervlak, maar u heeft zo'n 300 tot 350 vierkante meter aan darmoppervlak. En dat zit opgevouwen als een harmonica in uw buik. En dat wordt dagelijks gebombardeerd met virussen,
met bacteriën, met schimmels, noem maar op. Maar ook met een heleboel onschuldige stofjes uit de voeding. Nou, als je nu eens gaat bedenken hoeveel van die onschuldige voedingsstoffen komen nou in die darm, dat is heel veel. Per jaar eet u ongeveer zo'n 10 keer uw lichaamsgewicht aan voeding. En dat betekent dat er dus toch wel snel zo'n 700, 750 kilogram aan voeding op dat tennisveld komt. En het meeste van die voeding zijn totaal onschuldige eiwitten. Daar moet je niet op reageren. Dus je hebt een hele curieuze situatie in je lichaam. Je hebt een immuunsysteem wat heel snel op alarm moet slaan als er een infectie komt. Een virus, een bacterie, een tumor. Moet je lichaam gelijk in de verdediging. En aan de andere kant in je darm, het meeste wat daar langskomt is onschuldig. Daar moet je helemaal niet op reageren. Behalve als dat kipfiletje wat je eet niet goed doorbakken is, dan kunnen daar campylobacter bacteriën zitten of salmonella. Die kunnen je ziek maken. Dan moet het immuunsysteem wel iets doen. Maar normaal gesproken in de darm moet je eigenlijk uitstaan. Dat proces heet tolerantie. En die tolerantieinductie is enorm wezenlijk. Die begint gelijk na de geboorte. En die tolerantieontwikkeling zorgt ervoor dat het immuunsysteem doet wat hij hoort te doen. En verder niks. Nou, met die tolerantie gaat kennelijk iets mis als je aanleg hebt om voedselallergie te ontwikkelen. En daar gaan we naar kijken, want dat betekent ook dat die tolerantieinductie voor ons een middel is, een systeem is, wat we beter moeten begrijpen, maar wat dan ook dus een aanknopingspunt kan zijn voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën om die voedselallergie af te remmen. Nou, als je nagaat over voedselovergevoeligheid, het buitensporig reageren op onschuldige voedingscomponenten, dan zijn er eigenlijk twee grote typen. Het eerste type is die overgevoeligheidsreactie waarbij het immuunsysteem is betrokken. Dat heet dan een allergie. Dat is per definitie een allergie. Als het immuunsysteem er niet bij betrokken is, dan noemen we het geen allergie, dan noemen we het een intolerantie. Je verdraagt het niet, maar het immuunsysteem doet niet mee, het is geen allergie. En binnen die allergische reacties, die voedselallergie, nou, daar speelt één klasse van antistoffen, de zogenaamde IgE-antistoffen, spelen daar een cruciale rol. De hele diagnostiek van het hebben van een voedselallergie is gebaseerd op het aantonen van specifieke IgE-antistoffen. Dat is één groep van voedselallergie. Allergische patiënten. Maar dat is niet alles. Want er zijn ook niet IgE-gemedieerde voedselallergieën. Die zijn veel zeldzamer, maar ze bestaan wel. En ze komen met name voor bij hele jonge kinderen. Nou, zo meteen ga ik iets inzoomen op de primaire en de secundaire voedselallergieën. In totaal zijn er wel zo'n 1600 verschillende stofjes bekend waar het lichaam allergisch op kan reageren. Die reactie kan zijn een eczeem in de huid, kan hooikoorts zijn, allergische rinitis in je ogen, loopneus, etc. Dat kan ook astma geven, diep in de longen. En het kan voedselallergie geven. Nou, voor voedselallergie zijn er nu zo'n 780 verschillende eiwitten bekend. Dus dat is ongeveer de helft van alle allergenen. En die horen in bepaalde groepen en bepaalde families van eiwitten. Dus voedselallergie ontstaat normaliter eigenlijk alleen in reactie op eiwitten uit de voeding. Dus niet op suikers en zeker niet op vetten, op lipiden. Nou, het verschil tussen een allergie en een intolerantie is dat een allergie komt... Nou, bij volwassenen in 1, hoogstens 2% voor. Bij kinderen ergens tussen de 4 en de 7%. Terwijl intoleranties, dus waarbij het immuunsysteem geen rol speelt, maar je wel overgevoelig op voeding reageert, komt veel en veel vaker voor. Misschien wel tussen de 5 en de 10% van de Nederlandse bevolking. Dat heeft onder andere te maken dat, en ik zal u zo dat ook duidelijker laten zien, dat die allergische reactie die komt eigenlijk uit een paar celtypen, en de beroemdste daarvan zijn de zogenaamde mestcellen. Die zitten in de huid, die zitten in de luchtwegen, die zitten in het maag-darmkanaal. Dus al die oppervlakken die dagelijks
door vreemde stoffen in contact komen. En die mestcellen die kunnen degranuleren. Daar kunnen stofjes uit vrijkomen. Een heel beroemd voorbeeld is histamine, wat aanleiding geeft tot de klachten van allergie. Nou heeft het RIVM heeft daaraan gerekend. Want we willen natuurlijk wel weten, waar hebben we het nou eigenlijk over? Hoeveel kost het? Nou, de BV Nederland voor het hebben van patiënten die last hebben van allergische reacties. Nou, dat wordt uitgedrukt in zogenaamde DALI's. Disability Adjusted Life Years Expectancy. Met andere woorden, wat is de ziektelast? Hoeveel jaren kost het hebben van een voedselallergie jou in principe van je leven? En dat kun je uitrekenen en het RIVM heeft daaraan gerekend. Nou, wat daar saillant detail is, dat je dan ook een klein beetje weet wat je in Nederland waard bent per jaar. Hè, wat betekent het nou voor Nederland, het feit dat u hier rondloopt? Nou, de waarde die u vertegenwoordigt is natuurlijk eigenlijk oneindig, maar in het ministerie van Economische Zaken is dat toch maar 50.000 euro per jaar. Dat is wat u waard bent. En dat betekent dat als u een ziekte heeft en dus een aantal jaren korter leeft vanwege die ziekte, kun je dat vermenigvuldigen met die kostenpost en dan krijg je dus een bepaald bedrag. Dus het hebben van allergieën, met name van voedselallergie, kost Nederland jaarlijks zo'n 2 miljard euro. In de EU kost dat zo'n 66 miljard euro per jaar. Dus je praat niet over kleine bedragen. Hè? Nou ja, volgens de kabinetsformatie valt dat wel mee, maar ja, u heeft zelf gezien vorige week hoe die begroting heen en weer schuift. Kun je doodgaan aan die pinda? Was een belangrijke vraag. Nou, in Nederland gemiddeld gesproken is er minder dan 1 dode per jaar als gevolg van pinda. Er zijn zo'n 5 mensen per jaar die overlijden aan de gevolgen van een allergie, maar de meeste zijn bijen- en wespenallergieën of geneesmiddelenallergie. Pinda, voedselallergie, ja, komt wel eens voor, maar niet zo gruwelijk veel. In Engeland, en zeker in de Verenigde Staten, waar veel meer pinda's worden gegeten, gaat dat wel om behoorlijke aantallen. Oké. Voedselallergie komt dus wel voor, 1-2% van de volwassenen, 4-8% van de kinderen. Het neemt toe. De laatste 10 jaar is het ongeveer met de helft toegenomen, met name allergieën op die pinda's en die boomnoten. Niet zozeer op koemelk en ei. Die zijn er altijd al, die vind je ook nog steeds. Neemt misschien een beetje toe, maar niet zoveel als die noten en die pinda's. En dan als je vraagt hier in Wageningen, dat hebben we een poos geleden gedaan, en gaat gewoon zaterdagochtend hier op een kist op de markt staan en gaat vragen wie van u hier in Wageningen is allergisch, dan zegt zo'n 15% van de Wageningse bevolking, ja hoor, ik ben allergisch voor voeding. Nou, als je dan echt gaat kijken, dat klinisch, ja, is dat dus 1% van de volwassenen en iets meer voor de kinderen. Maar wat is dan die rest? Wat is dan die rest? Nou, daar zijn zeker mensen die intolerant zijn, er zijn zeker mensen die klachten hebben op voeding, maar er zit ook, nou ja, een stukje mode bij, et cetera. Dus het is een mixed bag, het is een verzameling van alles en nog wat. Daar hebben we niet veel inzicht in, hoor, hoe dat nou komt. Als je nou kijkt naar die voedingsmiddelen waar mensen die voedselallergie hebben meest op reageren, dan kun je meer dan 90% van alle voedselallergische patiënten die reageren op 1 van 8 voedselallergenen. 1 van 8 voedingsbronnen. Nou, hier staan ze samen, vis en schaaldieren en pinda's en noten. Maar dat is dus niet hetzelfde. Maar als je dat optelt, dan heb je 8. Dan heb je ongeveer 90% van alle allergische mensen. Zometeen zult u zien dat de EU de voedselindustrie heeft verplicht om per december 2013 14 verschillende allergenen te declareren, op het label van die voeding te schrijven en ook in restaurants. Nou, hoe komt zo'n allergie tot stand? Nou, dat vlieg ik even overheen. Het begint met een stofje, een eiwit, dat valt op een oppervlak, dus of de huid
of de luchtwegen of het maag-darmkanaal. En op de een of andere manier kan dat eiwit over die epiteelbarrière naar binnen toe. Het immuunsysteem herkent dat eiwit, gaat erop reageren, maakt die IgE-antistofjes en die zullen binden aan die mestcellen. En een herhaald contact, de tweede keer dat je hetzelfde eiwit ziet, kan er dan iets gebeuren. Dat kunnen we nadoen in het laboratorium. Hier ziet u mestcellen, die incuberen met IgE-antistoffen en met het allergeen. En u ziet, daar komen, op een gegeven moment gaan ze degranuleren. Er komen granula, kleine bolletjes, vrij uit die cellen. Nou, die bevatten histamine en van het histamine krijg je de klachten van een typische IgE-gemedieerde allergie. Een directe allergische reactie. Dat kun je zien in de huid. De huid wordt je krijgt jeuk of je krijgt eczeem. Dus een koemelkallergisch kind, en binnen 10 minuten na het drinken van koemelk, dan zie je een opvlamming van het eczeem in de huid. U ziet hier ook trouwens het allergische vlindertje. Dus je ziet dat de kin en de neusbrug zijn schoon, maar je ziet de reactie op de wangetjes. Zo kun je dat vlindertje tekenen. Het is heel typisch voor kindjes met een voedselallergie. Het kan ook erger zijn dat je niet alleen eczeem krijgt, maar ook zelfs maag-darmklachten, dat je moet overgeven. Of je krijgt zwelling van je lippen bijvoorbeeld, een beetje van je tong, een beetje prikkeling van je keel. Dat noemt men het orale allergiesyndroom. En dat leidt ook tot die zwellingen. Ja, en als die op een vervelende plek zitten, zoals in de larynx, dan kunnen ze dus die luchtpijp wat dichtduwen. Het is geen astma, lang niet zo erg. Het is kortdurend, het is goed te behandelen met antihistaminica. Maar het heet dan dus ook een oraal allergiesyndroom. Die voedselallergie treedt vooral op de hele jonge leeftijd. En heel veel van die kinderen groeien over die voedselallergie heen. Op een 3- of 4-jarige leeftijd is 85% van de koemelkallergische baby's over die allergie heen gegroeid. Dat is gunstig voor koemelkallergie. Kan ook bij ei, maar bij pinda is dat maar een 20% van de gevallen. Bij noten ook. En als je naar andere allergenen kijkt, dan groei je daar misschien wel nooit overheen. Dus dat is erg verschillend. Het grote probleem is dat we bij die baby'tjes soms zoiets hebben, een perfect gezond uitziend kind, maar het is wel een huilbaby. Elke keer als hij de fles heeft gehad, dan gaat hij huilen een uur lang totdat hij uiteindelijk uitgeput in slaap valt. Misschien heeft dat kind een koemelkallergie, maar laat hij het niet zien met eczeem in de huid. En dus weet je niet waar die kleine last van heeft en de kleine kan het niet zeggen. Dus het is niet zo dat bij een allergie je altijd duidelijke klachten hebt. Dat hoeft dus niet. En dat is dus ontzettend moeilijk. Dit soort aandoeningen als een allergie, dat is heel vaak een combinatie van een erfelijke aanleg met een blootstelling aan de omgeving. Dus er zit een stukje erfelijkheid bij. Allergie komt vaak voor in families. Als je moeder allergisch is en je vader niet, dan heb je als babytje zo'n 35% kans dat je ook een allergie krijgt. Is moeder niet allergisch, maar vader allergisch, is het 25%. Dus de bijdrage van de moeder is groter dan die van de vader. Heb je ook nog een allergische broer of zus, dan stijgt die kans naar 40-50%. Zijn beide ouders allergisch en hebben ze ook dezelfde klachten van de allergie, alle twee in de huid bijvoorbeeld, eczeem, dan heb je als baby wel 75-80% kans dat je ook een allergie ontwikkelt. Nou, we weten van een heleboel genen dat die mogelijk betrokken zijn bij dat risico op allergie. De ellende is eigenlijk dat de meeste van die genen zijn gewoon immuungenen. Die hebben allemaal iets te maken met die productie van die IgE-antistoffen in die eerste fase. Maar dat zegt niks over de klinische klachten. Daar hebben we maar heel weinig. Hou vast, we hebben misschien deze drie genen, A20 is heel beroemd, ADAM33, die hebben misschien iets te maken met het risico om astma te krijgen. Niet pure voedselallergie. Dus we hebben niet zo heel veel alvast, dus het heeft ook geen zin als je binnenkomt in de kliniek en je hebt klachten die mogelijk wijzen op een allergie, dat we dan een genetisch onderzoek gaan doen of de familie gaan screenen. Ja, op welke genen dan en wat zegt dat dan? Kunnen we nog niet zoveel mee. Blootstelling aan de leefomgeving is een belangrijke modulator. Dus als je in een stoffige omgeving opgroeit, of met heel veel blootstelling aan huisstof, of huisdieren, et cetera, heel veel pollenkorrels,
ja, dan is het risico op het ontwikkelen van allergie ook groter. Heeft geen zin om die bloeiende berkenboom van je buurman vanavond om te zagen, want de meeste berkenpollen die wij hier inademen in Nederland, die komen vanuit Scandinavië. Daar staan heel veel berkenbomen, moet je heel lang zagen. Dat gaat niet lukken. Voedselallergie ontstaat eigenlijk op twee manieren. De eerste manier is dat het gelijk begint bij de inname van voeding als babytje. Dat noemt men primaire sensibilisatie. En dat is vaak op voeding en dat uitzicht vaak als eczeem, met name luieruitslag. Dat zijn vooral reacties op koemelk, ei en pinda. Deze kinderen groeien er vaak overheen, maar niet altijd. En sommige kinderen ontwikkelen dan op 6, 7-jarige leeftijd astma-achtige klachten op blootstelling aan huisstof of aan huisdieren. En van deze kinderen is er weer een hele groep die als puber hooikoorts ontwikkelt. Men noemt dit de allergische mars. Het is het te betekenen dat er overgang is van de symptomen vanuit de huid naar de bovenste luchtwegen, naar de diepe luchtwegen en naar de bovenste luchtwegen toe. Dat is de eerste manier. De tweede manier is dat je gesensibiliseerd raakt op enig moment in je leven op berkenpollen. Hier ziet u zo'n bloeiende berk met al die pollenkorrels. In die pollenkorrels zit zo'n, dit is een uitvergroting, een eiwitje. Dat eiwitje heet BetV1 van Betula verrucosa. Dat is de zondagse naam voor een berk. Daar kun je dus IgE-antistoffen tegen maken. En die plakken toevallig ook op een eiwit wat heel sterk daarop lijkt. Maar dat eiwit zit in de kers. En een vergelijkbaar eiwit zit in de hazelnoot of in de appel of in de selderij. Er is een heleboel groentes en fruit die niet aan elkaar gerelateerd zijn, maar waarin eiwitjes zitten die toevallig ontzettend erg veel lijken op die eiwitten uit de berk. En dan ontwikkel je een zogenaamde kruisreactie. Dat uitzicht ook vaak met een oraal allergiesyndroom. Dus dat zijn niet hele hevige klachten, maar ze zijn er wel. En dit betekent dat je dus mensen hebt die 40 plus zijn en die zeggen, meneer, ik heb mijn hele leven heb ik appels gegeten, ik ben appelteler hier uit de Betuwe, nooit enige klachten gehad en nou in één keer krijg ik klachten op appel. Dat is vaak een uiting van zo'n kruisreactie. Als je gesensibiliseerd raakt op berken, dan heb je zo'n 55% kans om binnen 5 jaar een voedselallergie te ontwikkelen op groentes en fruit. Er zijn heel veel van die kruisreacties. Hier ziet u die pollen-fruitsyndroom, staat hier. Er zijn er veel meer. Ook bijvoorbeeld tussen koemelk en hamburgers, runderhamburgers. En zo kun je nog een eindje voortgaan. Bijvoorbeeld latex en avocado, kiwi, banaan. Daar kan het zelfs twee kanten op. Je kunt gesensibiliseerd raken op latex, klachten krijgen op fruit of omgekeerd. En heel berucht is de combinatie tussen sensibilisatie op huisstofmijt en het ontwikkelen van een voedselallergie op granalen. Nou, huisstofmijten die zitten onder andere in uw slaapkamer, dus u ligt vanavond niet alleen in uw bed. Daar zitten per gram bedstof zo'n 10.000 levende en dode huisstofmijten in uw kussen en in uw matras. En die huisstofmijten leven van huidschilfers die continu van ons lichaam vallen. En die beestjes eten die huidschilfers, tot zover geen probleem, maar als ze die huidschilfers eten, gaan ze ook poepen. En die poep, die kleine deeltjes, die adem je in 's nachts en daar kun je een allergie voor ontwikkelen. En vervolgens ga je dan keurig naar een restaurant, je granalencocktail bestellen en in één keer krijg je klachten van allergie. Zomaar. Hoe kan dat? Nou, dat zijn dus, dat betekent dus dat je heel erg goed moet uitkijken als je van jezelf weet dat je gesensibiliseerd bent, wat ga ik dan eten? Dus voor het eten altijd de bijsluiter lezen. Dat geeft soms curieuze situaties. U ziet hier een voorbeeldje. Ik heb deze gepakt om ook een bruggetje te maken, want zo meteen komt Ingrid en die gaat u van alles vertellen over gluten. Gluten-eiwitten, relatie met celiakie bijvoorbeeld. En u ziet hier zo'n maaltijdsoep. Daar zit glutenvrije tarwe in, volgens de ingrediëntenlijst, maar bij de allergieinformatie staat dat er tarwegluten in zit. Dus dat klopt niet. En je hebt heel veel van dit soort foute labelingen die je gewoon in de supermarkt op die potjes ziet staan.
Dus je moet wel een klein beetje weten, want als je nou een celiakie-patiënt bent, ja, kun je hier dan iets mee of juist niet? Nou, dat geldt ook voor noten, zeker voor noten. Dat geldt ook voor schalen schelpdieren, dus die granalen. En dat soort allergieën kunnen dus heel hevig zijn. Die kunnen zelfs levensbedreigend zijn. En daarvoor zijn patiënten die flink gesensibiliseerd zijn op dit soort voedingsmiddelen, die dragen een zogenaamde EpiPen, een adrenalinepen, waarbij ze tijdens het voelen opkomen van zo'n aanval zich kunnen inspuiten met adrenaline, zodat die bloeddruk weer omhoog komt. En dan heb je ongeveer 30 minuten de tijd om als een haas naar het ziekenhuis te gaan, om daar op een goede manier behandeld te worden. Nou, die 14 labelings, allergenen die volgens de EU verplicht zijn, die staan hier. Daar zitten dus die Big Eight in, die 8 die ik al eerder noemde, plus een paar extra. En ja, daar zitten ook curieuze dingen bij. U ziet hier bijvoorbeeld mosterd staan. Nou, dit is een EU-labeling, dus dat betekent dat is weer handjeklap, zoals het gaat in Brussel. Dus de Fransen, chauvinistisch als ze zijn, die wilden ook per se hun eigen allergeen op die lijst. En mosterdallergie, dat is ooit beschreven, er zijn 2 publicaties in de literatuur, meer niet, 2 case reports, 2 mensen waarvan redelijkerwijs is aangetoond dat ze een allergie hebben voor mosterd. Dus dat komt dus eigenlijk nooit voor. En toch wilde men dat per se op die lijst hebben en moet het dus overal op de labels vermeld worden als er mosterd in zit. Dus het is wel een beetje curieus hoor. En bij kinderen zeker heb je heel vaak dat wat je denkt dat een allergie is, het helemaal niet is. Het kan ook gewoon aversie zijn. Ik lust het gewoon niet. En dat lijkt dan erop dat sommige ouders dat die worden heel erg verontrust ervan. Maar het is gewoon verzet, zal ik zeggen, van die kleine. Klein quizje. Zoiets kan je dus ook overkomen. Je kijkt naar zo'n label en dan zie je dit. Je ziet hier onder andere een hele batterij E-nummers. Nou, E-nummers, dat zijn nummers die toegekend zijn aan stoffen die in voedingsmiddelen voorkomen, maar die ook synthetisch te maken zijn. Het zegt helemaal niks of dat goede of minder goede stoffen zijn. Je kunt ze maken en dus worden ze in voedingsmiddelen gestopt. Nou, u heeft waarschijnlijk niet echt een idee wat dit hier is. Je zit ook nog, dat staat hier niet bij, E948 in. Dat is zuurstof. Dus fresh air zit hier ook. Hè. Ja. Dit zijn blauwe bessen. Dus als je nou blauwe bessen gaat ontleden chemisch, dan krijg je dus deze lijst. Met andere woorden, ook natuurlijke producten zijn ongelooflijk complexe chemische samenstellingen. Dat wil niet zeggen dat dat allemaal slecht is. Ook die E-nummers die zijn niet slecht, maar het hangt ook weer af van de dosis en de combinaties. En wanneer je ze neemt, et cetera. Nou, daarnaast is het nog zo dat die eiwitten die we binnenkrijgen uit de voeding, ja, die voeding die is niet rauw. Heel vaak wordt die bewerkt. Dat eitje kun je wel rauw eten als student of zo, maar meestal ga je toch bakken of koken of zo. Barbecue, brood, noem maar op. Heel veel van die eiwitten die worden verhit. En tijdens verhitting kunnen allerlei reacties optreden. Een beroemde is glycatie, de Maillard-reactie, waardoor allergene eiwitten de capaciteit om een allergie te geven kan veranderen. Sommige eiwitten worden meer allergeen, andere worden minder allergeen. Dat is op voorhand bijna niet te voorspellen. Dus het kan zijn dat als je appel allergisch reageert op een appel, maar je verhit hem omdat je appelcake maakt, dan is er niks aan de hand, kun je het gewoon verdragen. MALD1, het eiwit uit de appel waar je op reageert, is thermolabiel. Maak je snel kapot. Hetzelfde geldt voor die kers. Als je die in een voedingsmiddel stopt en je verhit het, is er ook niks aan de hand. Maar doe je dat bij soja, dan gaat het niet goed. Dan blijkt zelfs als je verhit, blijkt dat eiwit toch erger allergeen te zijn. Dan moet je zelfs een EpiPen gaan gebruiken. Nou, als je nu in de darm kijkt, het is een gezonde darm. Je ziet allemaal die bacteriën, is niks aan de hand. Je kunt dat gigantisch verstoren, onder andere door je dieet en een heleboel andere zaken. En dat kan leiden tot een ongezonde darm. En dan wordt het dus wel een zaak dat je chronische ontstekingen kunt ontwikkelen. En zeker als die in de darm optreden, heb je een probleem, omdat in die darm ook heel veel bacteriën zitten. Dus dat wordt een vicieuze cirkel, moeilijk te doorbreken.
Waar wij nu voor de laatste paar dia's over gaan hebben, is vooral de immunotherapie. Kunnen we op basis van onze kennis van allergieën, kunnen we, laat maar zeggen, testen maken, waarbij we dus in voedingsmiddelen steeds hogere concentraties van een voedingsmiddel stoppen waarvan we denken dat de patiënt op reageert. In de tussentijd monitor je de bloeddruk en kun je allerlei zaken in de gaten houden. Je moet het dus ook in een ziekenhuis doen. Dat heet de zogenaamde dubbelblinde placebo-gecontroleerde voedselprovocatie. Dat is de gouden standaard om een allergie vast te stellen. Maar je kunt ook proberen om dit in toenemende mate aan patiënten te geven, oraal in te nemen, om daarmee te proberen die tolerantie te induceren. Waar ik ook mee begon. Kan je je immuunsysteem herprogrammeren zodanig dat je nou geen allergie uitlokt, maar juist tolerantie? Nou, we weten dat dat werkt bij hooikoorts bijvoorbeeld, met die pilletjes onder de tong of per injectie. We weten ook een beetje hoe dat werkt. De vraag is, kan dat dan ook bij pinda? En de reden is dat pinda, ja, u kent waarschijnlijk wel dat verhaal, dat in Canada een meisje naar school, uit school kwam, smiddags, en die komt haar vriendje tegen, geeft hem een zoen, en vervolgens krijgt ze een anafylactische reactie en overlijdt. En het blijkt dat dat vriendje heeft 's ochtends vroeg een boterham met pindakaas gegeten. Dat verhaal is in 2005 ontstaan, is toen bij de New York Times terechtgekomen, de hele wereld over, ook hier in Nederland, bleek niet waar. Half jaar later moesten ze dat terugtrekken, maar dat hoor je dan niet meer. Het bleek dat dat meisje had wel astma en die had ook een voedselallergie, maar 6 uur na het eten van pindakaas kun je geen molecuul van die pindakaas meer in je speeksel aantonen of op je lippen. Dus dat was helemaal niet de reden. De reden was dat ze 's avonds zijn gaan stappen en flink zijn in een rokerige omgeving terecht zijn gekomen, ook wat alcohol hebben gebruikt en daar heeft zij een astma-aanval gekregen. Die werd niet onderkend, daar is ze wel aan overleden. Maar het was dus niet die pinda. Nou, de hele allergiewereld is nu geschokt, wakker geworden, omdat er 2 jaar geleden een verhaal is verschenen, dit verhaal, in de New England Journal of Medicine, van Gideon Lack. En wat hij heeft gedaan, heeft gekeken naar kinderen van Joodse afkomst, die in Engeland zijn opgegroeid. En in Israël, daar krijgen kinderen heel snel na de geboorte al pinda. Zelfs bij een orthodoxe joden, als een kind wordt geboren, krijgt hij al gelijk na de geboorte, pakt de moeder een lik pindakaas en smeert dat op de lipjes van de pasgeboren baby. En het idee is dat je daardoor gelijk tolerantie induceert. Kinderen krijgen ook de zogenaamde bamba-snack, dat is ook van pure pinda gemaakt. Dus die zien heel veel pinda, maar krijgen daarom tolerantie en juist geen allergie. Kinderen in Engeland mogen het eerste jaar geen pindakaas, net zoals hier de consultatiebureaus eigenlijk ook aangeven, in Amerika ook. En als je dan pas begint met pindakaas, krijg je juist allergie. Dus waarschijnlijk, als dit waar is, maar het is maar 1 studie, die moet bevestigd worden, als het waar is, zijn al die consultatiebureauadviezen zijn precies verkeerd. Zijn precies verkeerd geweest. Misschien hebben we juist heel veel van die allergieën zelf opgewekt door verkeerde adviezen te geven. Weten we niet. Nogmaals, het moet worden bevestigd, maar het is wel uiterst interessant. Dus, eliminatie, dus het weghouden van allergenen, blootstelling vlak na de geboorte, leidt juist tot inductie van allergie. Misschien is dat dus juist verkeerd. Terwijl als je dus maar vroeg begint met blootstelling, krijg je misschien tolerantie. Dat zou betekenen dat we in de blije doos eigenlijk nu pinda's moeten gaan stoppen en huisdieren en misschien wel probiotische bacteriën en eieren en koemelk, juist al die dingen waar we, die we juist willen weghouden, waarmee we juist allergieën krijgen. Weten we nog niet zeker, maar is wel uiterst interessant. Nou, wat heb ik u nu verteld? Allergie is eigenlijk het begint dus met een foute immuunreactie, waardoor je uiteindelijk die mestcellen oplaadt en degranulatie krijgt en de vrijkomen van histamine. Wat kun je doen? Je kunt het advies wat vandaag de dag nog steeds wordt gegeven, enige goede advies, is allergeenvermijding. Maar dat, als je weet dat je gesensibiliseerd bent, kun je dat doen. Als je niet weet dat je gesensibiliseerd bent, ja, wat doe je dan?
ga je dan bij die kinderen dus al die voedingsmiddelen weghouden en geef je ze een voedingstekort? Nee, kan niet. Tweede is dat je kunt proberen de fout in dat immuunsysteem recht te zetten. Tolerantie te induceren, et cetera. Je kunt ook proberen om juist die allergenen kapot te maken. Nou, dat kun je doen door procestechnologie. Je kunt het ook door genetische selectie doen. Ingrid was daar ook bij betrokken. Lang geleden, een aantal jaren geleden, zijn er hier in Wageningen ook appels gevonden, geselecteerd, die een heel laag gehalte aan dat allergeen hebben, die dus eigenlijk veilig zijn voor mensen met een milde appelallergie. En de laatste optie die je hebt is medicatie. Ik dank u zeer voor uw aandacht en als u vragen heeft, stel ze alstublieft. Dank u wel. Dank u.